Als beginnend dropshipper wil je natuurlijk graag weten welke fouten je niet moet maken als je begint. Na meer dan 5 jaar ervaring te hebben in dropshipping, e-commerce en online ondernemen, vertel ik je vandaag alles over de top 5 fouten die ik heb gezien na het coachen van honderden mensen online in Shopify dropshipping, verkoop op Bol en e-commerce. De top 5 grootste fouten waarmee je superveel tijd en geld kan besparen. Dat ga ik je vandaag vertellen, dus laten we er gelijk induiken. Nou, deze fouten lijken in eerste instantie misschien simpele dingen, maar ze zijn cruciaal als het gaat om jouw e-commerce en Shopify dropshipping succes. En op de juiste manier je eigen online business te laten groeien, zodat je op de lange termijn ook iets aan hebt. Als je deze fouten kan vermijden, kun je beginnen met consistentie en een goede business om daarna op te schalen en te kunnen stoppen met je huidige baan of 9-to-5 of het opstalen van je business en te doen wat jij wilt. Het niet hebben van systemen. Ik zie zoveel mensen die zomaar wat doen. En als je geen systemen hebt, dus bijvoorbeeld voor het vinden van de juiste producten, het maken van de juiste website, het maken van de juiste productomschrijving, het maken van de juiste videoadvertentie, het instellen van advertentiekanalen zoals Facebook of TikTok, dat je zomaar wat doet. Ja, als je geen systemen hebt, blijf je random maar wat doen. En dan blijf je dat random tegen de muur gooien en hoop je dat het werkt. Dat is hetzelfde als een lot in de loterij kopen en dan hopen dat je hem een keer gaat winnen. Nou, dit zal er ook voor zorgen dat je super veel efficiënter omgaat met je tijd. En het heeft echt heel veel invloed op je momentum. Dus ja, je bent eigenlijk zomaar wat aan het doen en je kloot maar wat aan en je gooit heel veel tijd weg. Tijd en geld uiteindelijk, die je beter op een andere manier had kunnen besteden. Nou, als je geen systeem hebt, wordt het ook moeilijker om je succes te herhalen. Dus als je een keer toevallig een winnend product hebt gehad door zomaar wat te doen, weet je niet welke specifieke dingen ertoe hebben geleid om dat resultaat te behalen dat een winnend product is geworden. En als dat product doodgaat, hoe ga je dat bij het volgende product doen? Dus ja, het niet hebben van systemen is een van de cruciale dingen die ik zie. Nou, geen juiste inkomsten of advertentie uitgaan. Nou, heel veel van deze goeroes online zul je vertellen dat je niet veel gespaard geld hoeft te hebben om een dropshipping business te starten. Je hoeft niet rijk te zijn, je kan met 100 euro beginnen, hoor je heel vaak. Je kan met 0 euro beginnen, je kan met 500 euro beginnen. Je hoeft zeker niet rijk te zijn om dit businessmodel te starten, zoals bij sommige andere businessmodellen die er zijn. Je hebt wel een behoorlijke hoeveelheid spaargeld of inkomen nodig om je bedrijf goed te starten. En dat is gewoon de realiteit. En dan zou ik zeggen vanaf 1000 euro eerlijk gezegd. Bij dropshipping draait alles om testen. Dus hoe meer je test, hoe sneller je een winstgevend product kan vinden. Nou, er zijn meestal ongeveer 20 producten nodig om een winnend product te vinden. Elke keer dat je een product test, moet je geld uitgeven aan advertentie om dit product op de markt te brengen. Dus daarom wil je dit efficiënt gaan doen. Veel mensen testen honderden producten voordat ze een winnend product hebben. Ik en mijn studenten is het vaak maximaal 20, omdat we dus een juist systeem hebben voor product research. Nou, iemand die wel het kapitaal heeft om alle 20 producten goed te testen, zal door testen heen razen en veel sneller een winnend product vinden. Dus als je meer kapitaal hebt om die 20 producten te testen, ga je veel sneller dat resultaat behalen. En ga er dan ook vanuit en doe dat dan ook gewoon. Nou, we hebben geen betrouwbare informatiebronnen. Nou, je hebt heel veel online staan op YouTube en dit is ook een video die jij daarvoor kijkt. Maar een van de meest schadelijke dingen die de meeste mensen tegenkomen wanneer ze voor het eerst met dropshipping beginnen, is het samenvoegen van al deze willekeurige informatie uit verschillende bronnen. Je kijkt bijvoorbeeld van mijn strategie iets, je kijkt bijvoorbeeld van iemand anders, van een concurrent strategie iets, je kijkt van Amerikaans, je kijkt van Nederlands, je haalt alles door elkaar. En het beste advies dat ik je over deze fout kan meegeven, is om één bewezen systeem te volgen. Van één iemand. En mocht je deze video kijken, geen financieel advies, maar ik raad je aan om bijvoorbeeld mij te volgen en alles wat ik zeg op te volgen bijvoorbeeld. Of een andere e-commerce persoon bijvoorbeeld met een bewezen track record. Van iemand die dit keer op keer heeft gedaan. Nou, ik heb dit meer dan honderden keren gedaan voor andere mensen en honderden keren voor mezelf. En ik doe dit al 5 jaar, dus ja, ik vind dat ik in de positie ben om jou hier wat standaard basic advies over te geven hoe jij kan starten. Nou, dus door één systeem te volgen en vast te houden, stroomlijn je eigenlijk je business en genereer je de juiste momentum en consistentie voor jouw business. Dus omdat je die informatie hebt, heb je ook geen twijfel en weet je gewoon welke stappen je moet zetten om jouw gewenste eindresultaat te gaan behalen. Nou, ze hebben geen echte begeleiding, ze hebben geen coaching, ze hebben geen cursus, etc. Het is cruciaal om een goede mentor te vinden in het begin. Je kan elke tutorial bekijken van mijn kanaal, elk boek lezen of elke cursus online bekijken. Maar als je geen mentor hebt om je te helpen die informatie samen te voegen, zal het je leerproces stagneren. Nou, wat betekent dat? Het duurt langer voordat je je gewenste eindresultaat hebt. En dat is zeker niet iets wat je wil. En als je dus jouw succes wil vastwerken,
investeer dan in een mentor. Dat zeg ik niet zelf, omdat ik een coach ben in Shopify dropshipping en verkopen op Bol. Maar het heeft mij geholpen in elke business die ik ooit online heb opgezet. En het gaat je zoveel sneller dat je gewenste resultaat behaalt. Nou, met een mentor kan je dus al je vragen stellen en je kan ook feedback ontvangen over zaken die je hebt gedaan. Als bijvoorbeeld de producten die je hebt gevonden, je productpagina's, je advertentievideo's, je advertentietekst en al het andere daartussenin. Deze feedback zal jouw leerproces vertienvoudigen en je de basis en consistentie geven die je nodig hebt om jouw bedrijf op de juiste manier gaan op te schalen naar jouw gewenste eindresultaat. Want met een mentor gaat het zoveel makkelijker dan zonder. Jouw verwachtingen niet beheren. Nou, Rome is niet op één dag gebouwd en McDonald's is ook zeker niet gratis gebouwd. Dat duurt gewoon maandenlang. Daarom is ons coachingprogramma bijvoorbeeld ook 6 maanden, omdat je van in 6 maanden ben ik overtuigd dat jij een heel mooie business online kan opzetten. En daarom doen we niet mee aan die 3 maanden, 90 dagen bullshit. En sommige mensen denken dat je van de een op de andere dag of in 90 dagen aan duizenden dollar dagen kunt komen. En dat is echt niet waar. Dat is zeker niet waar. Zeker niet als je begint. Dus laat je niet misleiden door die goeroes die dus hun auto laten zien, waar ze wonen laten zien, hun Rolex. En gewoon alleen een cursus kunnen verkopen op basis van lifestyle en niet op echte value. Het kost dus tijd om een bedrijf op te bouwen. En je zult onderweg veel mislukkingen en tegenslagen tegenkomen. En als je verwachtingen goed managt, begrijp je dit en kan je deze obstakels overwinnen en kan je ook voor de long term mee bezig zijn. Ik zie zoveel mensen die snel opgeven in dropshipping en dat is ook de reden waarom zo weinig mensen succesvol zijn met dropshipping. En dat geldt eigenlijk voor ieder businessmodel. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze super waardevolle video. Like en abonneer voor meer en ik zie je de volgende keer. Ciao, ciao.